Jairzinho Biggie Boy Rozenstruik geeft terug aan de gemeenschap. Dat heeft hij vandaag gedaan in zijn woonwijk Rens project, middels een speciale dag voor kinderen uit diverse buurten. De kinderen werden verdeeld in groepen en mochten met hun begeleiders meedoen aan verschillende gezelschapsspelen. Ook konden zij, indien mogelijk, op de foto met Biggie Boy. Vicepresident Ashunadin was ook aanwezig. Als blijk van waardering voor zijn verdiensten heeft Jairzinho, Biggie Boy Rozenstruik, een kunstwerk in ontvangst mogen nemen. Volgens de vicepresident mag Biggie Boy gezien worden als een echte held. Hij heeft daarbij drie punten opgezomd waarom hij die mening is toegedaan. Zo leuk voor de kinderen dat ze een inspiratie hebben. Meestal kijken de kinderen naar Superman, Batman, al dat soort superhero figuren. Ik zeg, Biggie Boy is een superheld. Omdat hij aan de ene kant trots is dat hij Surinamer is. Ik heb de kinderen dus ook verteld dat hij weet wie een Surinamer is. Hij is Alakondre Sranamang. Hij is altijd zo Alakondre Ketty. Heeft hij bij zich. En dat hij als superheld superkrachten heeft. En dat is leuk voor de kinderen om te zien. Dat hij kan vliegen, want hij is bijna gevlogen toen hij die kofu gegeven heeft. En hij is zo groot en sterk. En hij is inspiratie voor de kinderen. Dat is belangrijk. En dat we dan namens de kinderen hebben een mooi gedenkbeeld aan hem gegeven. Dat de kinderen ook zien, ze hebben iets gegeven aan hem voor hun superheld. Behalve vicepresident Ashunadin waren er ook nog andere gasten aanwezig die de prestaties van Biggie Boy op de voet volgen en hem ook ondersteunen. Een van hen is de Braziliaanse ambassadeur Laudemar Aguilar. Ik ben gewoon hier als gast, omdat ik hem kende en ik like wat hij doet. For the kids and for Suriname, being a model and being an inspiration for the kids and for everybody here. That's why I'm here, just to show my support and my appreciation for what he's doing. Het heeft vandaag vrijwel de hele dag geregend, maar dat heeft de kinderen niet weerhouden om vol enthousiasme mee te doen aan de verschillende spelletjes. Zij geven ook aan wat zij vonden van deze dag. Zo, wat was leuk? Leuk. Wat was leuker? Spelen. Springen. Dansen. En zingen. Wanneer hij vecht is het altijd geweldig. Dus altijd spannend om te kijken hoe wat hij gaat doen. Of hoe hij die mannen uit gaat slagen. Jairzinho Biggie Boy Rozenstruik is voor velen in Suriname een rolmodel geworden. Voor de jongeren heeft hij een bijzondere boodschap. Ik kom zelf van Rens, ik kom zelf van de buurt. Ik weet wat dit doet met de buurt. Als je gewoon een leuke dag kan hebben en even alles kan vergeten wat je later of eerder op de dag moest doen. Dus ik waardeer het echt en ik bedank iedereen die gekomen is